Nee, oh, nee, springen hè. Opbellen goed hè. Zeg, de blauwe zussen het beste. Als alle kinderen eventjes hier komen zitten, dan gaan we allemaal wat drinken en de negerzoen eten. Kom allemaal in de grote kring zitten. Wat zijn jullie aan het doen hier? De fiets aan het versieren. En wat heb je allemaal versierd op de fiets? Slim, een stuur, een snelbinder, een sportbox. En heb je dat allemaal zelf gedaan? Nee. Wie heeft je dan geholpen? Oma en mama. Heb je vroeger ook de fiets versierd? Nou, eigenlijk deden we dat alleen maar hier in Neerbeek, in Beekhoort. Wie ik klein woonde. Maar voor de kinderen is dat heel erg leuk natuurlijk. Hè? En voor de kinderen is het gezellig om mee te doen. Dus heel erg leuk. Wat heb je allemaal versierd aan je fiets? Want ik zag dat je net een hele mooie vlecht was aan het maken. Ik heb het stootje versierd. Ik heb de bel versierd. En ik heb de spaak versierd. En mama heeft de bel. En nou zie ik dat jij achter op de fiets ook nog iemand hebt zitten. Wie is dat? Madelief. Op de markt in Geleen. Ik zie dat u aan het afbreken bent. Ja, inderdaad. Ja. Dus door de slechte weeromstandigheden zijn we dus aan het breken. Ja. Ja. En staat u met een attractie? Ik sta met de carousel hier. En ja. De markt is ook weggebleven, grotendeels. Er staan nog maar enkele wagentjes. Maar ja, het grootste deel is weggebleven door het weer. Wat vindt u ervan dat de markt in Geleen is afgelast? Nou, dat is jammer voor alle mensen die eigenlijk toch zouden komen. Naar hier en ja, het weer werkt niet bepaald meer, dus ik vind het wel jammer voor de mensen allemaal. Wist u dat de markt was afgelast? Nee, we zijn gewoon voor niks gekomen. We wisten van niks. Dus. Nou, je bent toch eventjes een rondje door Geleen staan aan het lopen? Ja, dat krijg je als je met de vrouw komt. Hè? Die moet toch altijd even winkelen. Hè? Ik ben Marianne Kessels. En wat bent u hier aan het doen? Ik doe hier bij de Koningsdag mini-veldworkshops voor kinderen. En ze kunnen een zeepje invullen of een pen invullen, een bloemetje maken, een broche maken, haarelastiekjes kunnen ze maken. Dat zijn allemaal kleine dingetjes, omdat ja, ze willen ook natuurlijk graag bij de andere kraampjes terecht. Dus om zo'n beetje een indruk te krijgen en een gevoel wat filten is. Heb je vandaag al veel verkocht? Redelijk veel. Wat ga je doen met het geld dat je verdiend hebt? Sparen. We zijn vandaag uitgenodigd bij Woonzorgcentrum Franciscus in Beek, die een HIT organiseren voor alle bewoners. En wij zijn uitgenodigd om een kijkje te komen nemen hoe zij deze Koningsdag gaan vieren. Ik zie dat u een lintje heeft ontvangen. Ja, dat heb ik gekregen 12 jaar geleden. En waarvoor heeft u het lintje ontvangen? Ik heb het gekregen voor het vele vrijwilligerswerk. Ik heb 27 jaar vrijwilligerswerk gedaan voor het handballen. 33 jaar voor het kegelen. En nu doe ik alweer 8 jaar hier bij de bejaarden. En voorzitter geweest van de Zonnebloem, dus dat telde ook nog mee. Ik hoorde dat u een lintje heeft gekregen. Ja, verleden jaar. Om deze tijd was ik op het gemeentehuis. En waarvoor heeft u het lintje gekregen? Ik doe heel veel vrijwilligerswerk. Bij een vereniging zingen. Ik ben in Odilia geweest. Dus ik ben bij het Vrouwengilde. Dus ik heb nogal van alles ondernomen in de loop van 30, 40 jaar. Hoe heeft u vandaag Koningsdag gevierd? Geweldig. Heel fijn met IT. Geweldig, geweldig, geweldig. Heeft u ook gekeken naar de televisie vandaag? Nee, want die staat in de café. En dan moeten hele bubs naar de café. En nou, dat gaat niet zo vandaag, want we zijn hier de hele dag bezig met klusjes. Liggen eraan. Vandaag was het een beetje rumoeriger, omdat het allemaal klaar was. Oh, we hebben een mis gehad vanmorgen. De pastoor had even thuis kunnen blijven. Maar dat mag je niet zeggen. Heeft u vroeger zelf Koninginnedag toentertijd nog gevierd? Met de kegel vroeger, hè. Dan denk ze, oh, gaat om en aan. Dat was hartstikke leuk. Heeft u vroeger zelf ook fietsjes versierd, wat ze nog steeds doen? Toen kinderen op school waren. Daar ben ik zelf veel te ouder voor. Wat vindt u van onze nieuwe koning? Een geweldige man vind ik dat. Jawel. En die vrouw is geweldig, hè. Maxima. Ze doen het goed? Ja, geweldig. Mist u Beatrix een beetje? Een beetje wel. Ze was meer moederachtig. En dat mis ik bij haar. Ze is een knappe vrouw, want zo zijn er niet veel. Ze doen alles mee. Wat vindt u ervan dat de Koningsdag nou eigenlijk geen koekhappen meer is en die oud-Hollandse spelen? Wat vindt u daarvan? Vind ik erg. Vroeger wordt het gezelliger.